Welkom bij deze uitzending van Dommelsportland. Vandaag hebben we vanwege technische problemen onze uitzending in twee delen gesplitst. We gaan eerst naar de sporthal Piers 10 in Diemde, waar we de dames van HCB 92 zullen volgen tijdens een wedstrijd. Daarna gaan we naar Sportpark Munsel, waar we de tennisvereniging LTV Munsel, de jeugd, zullen volgen in hun scharreltoernooi. Hanne Berkemans, jij bent lid zeg je van HCB 92, maar je hebt daar ook een functie. Kun je daar iets over vertellen, welke functie jij daar hebt? Ik doe de zakencommissie handbal. Dus dat valt onder wedstrijdsecretariaat en alle bijkomstige dingetjes. Zaalhuur regelen voor alle teams. En als er dingen geregeld moeten worden, dan kloppen ze bij mij aan. Jullie spelen in twee zalen. Ja. Daar wordt het nog wel moeilijker mee. Waarom in twee zalen? Nou, de Braak is onze thuishaven. Alleen, wij willen meer zalen als dat we kunnen krijgen. En dan moeten we uitwijken naar de Piers. Dus dat is het verhaal. Maar eigenlijk, heb ik gelezen, waren jullie op het veld bezig. En ook dat is niet meer. Nee, veldcompetitie wordt in de handbal toch wel een beetje minder. De jeugd nog wel. Van alle teams, alle verenigingen, die doen misschien één damesteam in het veld. Daar hebben we dus nu ook veldcompetitie, alleen wij spelen hem dus binnen. En er zijn hier in Bokstel wel buitenaccommodaties, maar die zijn te slecht onderhouden om daar veld op te spelen. En dus spelen wij binnenveld. Wie zijn schuld is dat? Of kunnen jullie dat zelf niet onderhouden? Moet de gemeente dat doen of hoe zit dat? Nou ja, ik denk zelf onderhouden. Iedere vereniging is al bezig zijn hoofd boven water te houden. En om zo'n faciliteit te verzorgen, dat is heel moeilijk. Dus... Nu hebben jullie de leden op dit moment alleen maar dames en jeugd. Ja. Hoeveel damesteams en jeugdleden hebben jullie? We hebben twee damesteams in de competitie zitten en we hebben één damesteam in de recreantencompetitie zitten. En we hebben altijd wel aanwas gezocht, maar dat was heel erg moeilijk. En sinds een jaar of twee hebben wij nu weer begonnen met jeugd en op dit moment zijn er ook alweer drie jeugdteams. Maar helaas geen jongens, nee. Nee. Waarom geen heren? Ja, we doen ons best. We zouden het best weer leuk vinden om jongens te hebben. Maar en de trainer en de coach zouden ook eventueel al beschikbaar zijn. Want ik zou het zelf heel leuk vinden om een jongensteam te coachen en te trainen. Maar ja, er is wel eens een keer een enkele jongen erbij geweest. Maar die kunnen dan maar spelen tot een bepaald leeftijdscategorie. Want onderin, bij de F'jes, mogen ze gemengd spelen. Maar als het D'tjes worden, ja, dan is het toch ook echt jongens- en meisjesteams tegen elkaar. Heeft dat met het verleden te maken, waarin door fusies en splitsingen uiteindelijk HCB 92 in 1992 is ontstaan? Ja. Maar voor die tijd waren er wel heren bij en mannen. Ja. En jongens. Ja. Nou, heel vroeger is het BHV geweest natuurlijk, de Bokstelse Handbalvereniging. En daarna is er een splitsing geweest naar Ferozitas. En dat waren eigenlijk inderdaad volwassen teams, senioren teams. En geen jeugd is toen meegegaan. En ja, vervolgens is er HCB ontstaan. En daar is het ook weer even moeilijk om weer aan jeugd te beginnen. En daar zijn we toch wel heel erg intensief mee bezig geweest. En het begint nu toch wel weer te leven. Of er meer op school gegeven wordt of zo. Er is gewoon een tendens geweest. Dan gingen ze op hockey of op tennis of al die soort dingen. Maar je ziet nu toch wel weer de handbal ook wel weer in de markt is. Hoe hoog speelt jullie eerste damesteam als ik dat in Nederland moet kijken? Ja, wij spelen in de vierde klasse. Dus dat is, je hebt tot de eerste klas en daarboven zit dan nog eredivisie. Dus we spelen gewoon in een leuk niveau. Maar het is niet zo dat de tribunes vol zitten met bezoekers, nee. Betekent dat recreatie belangrijker is als de wedstrijden spelen? Nee, maar doordat we met die seniorenteams overgestapt zijn en heeft het heel lang geduurd dat wij jeugd hebben gekregen,
zijn de damesteams die nu nog spelen, die zijn geen 20 meer. Dus dat doen ze niet onder voor het spelletje, maar het is wel zo dat als je jonger bent, dan train je intensiever en al die mogelijkheden. Wij trainen één keer in de week op donderdagavond in onze thuisbasis te Braken. En ja, als je echt hoog zou willen spelen, moet je minimaal 2 keer in de week trainen en heel veel verlangen van de speelsters. En ja, dat is voor ons nu eigenlijk gewoon waar we nu spelen is prima. En spelen we in de top, dan we spelen altijd voor de winst. We zouden dus best naar de derde klasse willen, maar daar zit er soms net niet in. Dus we spelen in de top van de vierde klasse. Daarnaast, de laatste vraag, hebben jullie ook nog een recreantenteam? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Recreanten trainen niet, die spelen alleen een wedstrijd. Het is altijd in deze locatie, Piers. En die spelen op maandag 's avonds. En ja, dus één team, ook behoorlijk uit wat dames. En misschien het komend seizoen dat ook 2 teams worden. Want er zijn dan toch ook wel weer de dames die naar de recreanten doorschuiven. Maar dat is dus hier. En ja, de regio Eindhoven spelen we de buitenwedstrijden, of de uitwedstrijden. Welke voorwaarden zijn er aan gebonden om bij de recreanten te mogen spelen bij jullie? Als je gezellig leeftijd? Bent, nee, er zit geen leeftijd aan. Wij hebben zelfs dames van boven de 50 in het recreantenteam zitten. Dus iemand die nog heel veel zin heeft in het spelletje en van gezelligheid houdt, die mag zich aansluiten. Laura, je hebt net de wedstrijd gespeeld tegen een vereniging uit Rijen. Ik zag dat het een heel intensieve sport is, handbal. Klopt, ik vind het een heel fysieke sport, vergeleken met andere sporten. En dat maakt het eigenlijk zo leuk. Ja, maar het is ook een contactsport, zag ik. Ja, je mag elkaar wel fysiek aanraken, tot op zekere hoogte natuurlijk. Ja, maar dat gebeurt dan ook veelvuldig. Ja, klopt. Maar dan moet je wel tegen kunnen. Kun je daar ook psychisch tegen? Dat ze je steeds aan je lijf zitten. Jawel. Meestal neem ik het na de wedstrijd niet meer. Ja, dat is gewoon op het veld. Ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. Je moet ook wel tegen stootje zelf ook kunnen. Want je wordt natuurlijk ook zelf ook fysiek aangeraakt. Dan moet je wel tegen kunnen. Dus ze moeten niet in het veld gaan staan eigenlijk. Maar je bent zeg maar een dik uur ben je heel intensief aan het lopen. Hoeveel trainen jullie? 1 keer in de week op donderdagavond van ik denk 7:30 tot 9:00. Dus 1,5 uur trainen wij. En is dat genoeg voor deze sport? Voor onze klasse wel, maar wil je echt hoger gaan spelen, ja, die trainen 2-3 keer in de week. Ook natuurlijk om ja, meer met het team te spelen, meer conditie op te bouwen. Anders ja, is het lastig om het net ook vol te houden. Vandaar dat je ook natuurlijk af en toe kan wisselen. En is het een gezellige vereniging, HCB 92? Ja, ik vind het een gezellige vereniging. Ik zit er al vanaf denk ik, mijn 8e op, dus ja. Ik ben nu 26, dus dat is al een aantal jaren. Dus ja, ik vind het nog steeds heel erg leuk. En heb je bij de jeugd al gespeeld dus? En, ja, bij de kleintjes dan. Ik weet niet of dat toen C of D was, bij de meisjes B en nu dan dames senioren. En nu nou dit vaste team speel ik dan. Jullie zitten in de derde of in de vierde klasse, heb ik dat klopt. Goed begrepen? Ja. Is het jullie ambitie om hoger te gaan spelen? Door meer te trainen of hoe doe je dat dan? Of, ik denk niet dat die ambitie er voor ons is. Jij misschien bij anderen, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat denk ik bij ons dat het gewoon 1 keer in de week blijft. En dan, ja, deze klasse van veld is wel erg hoog. Meestal in de zaal spelen we dan lager, dus dan is het ook veel leuker om te spelen. Dan winnen we ook wel eens een wedstrijd. Maar ik denk niet dat, ja, denk ik. Ik weet niet of ik namens ons team mag spreken om dan inderdaad hoger. Dat kan ook niet binnen onze vereniging. Ja, Kim. Ja. Je bent bij HCB 92. Ja. Is dat een gezellige vereniging? Ja, ik vind van wel. Ja, ik ben heel toevallig overgestapt van vereniging, omdat ik ben verhuisd hierheen. En ja, ik vind het echt heel leuk. En waar kwam je vandaan dan? Uit Den Bosch. Vond ik ook heel leuk, maar ja, hier is meer leeftijdsgenootjes en is het gewoon heel gezellig. En heb je daardoor ook persoonlijke contacten met elkaar buiten de wedstrijd? Ja, heel veel. We doen met de vereniging, met het team en ook onderling doen we heel vaak leuke dingen. Nou, noem eens een paar leuke dingen. We gaan toevallig binnenkort naar de Hooghei met het team. Als team uit de 2 keer per jaar gaan we als team uit de weg. En met de vereniging gaan we een keer of 4, 5 gezamenlijk ook leuke dingen doen. Ja. Zoals bowlen, barbecuen en afhankelijk wat de jeugd wil.
Ik zag dat jullie ook een tocht door de bossen en zo doen. Ja, dat klopt. Ja, dat was echt heel leuk. Wat moet je je voorstellen? Een handbalvereniging, allemaal meiden, ja. En een tocht door de bossen. Ja, nou, we gaan meestal kijken wat de jeugd wil. En vanuit daaruit maken we een inventarisatie voor het hele jaar. En nou zijn we berengeluidenspel hebben gedaan. Dus dat ouders en mensen van de vereniging opgeroepen werden van wie vindt het leuk om mee te doen. En de ouders waren net zo actief als de jeugdleden zelf in de bossen. Dus dat was echt heel, leuk. Ja. Familiehandbaltoernooi. Ja, ook heb ja. Ik gelezen. Ja, dat klopt ook. Hadden alle familieleden mee van 2 tot 80? Ja, vanaf hoe oud? Ik denk vanaf 1 jaar of 4. En dan is het van broertjes, zusjes. En vanuit daaruit worden ze ingedeeld. Eerst de jeugdleden en dan de volwassenen. Ja, en dan doen we ook eigenlijk altijd de kinderen tegen de papa's en mama's. Ja, ik begrijp dat jullie wat buiten het handballen heel veel contact hebben. Mm-hmm. Ik zag ook op jullie website van de HCB 92 dat er voor persoonlijke omstandigheden ook heel veel aandacht is. Als iemand ziek is, als er geboortes, huwelijken en dit soort dingen. Ja, dat klopt ook. Ja, ja dan geven de aanvoerders het door aan degene die dat regelt en die stuurt namens de vereniging een kaartje. Onze kijkers, die zouden graag willen weten, als zij een sport gaan bedrijven, waarom handbal en waarom dan HCB 92? Kun je dat nog even vertellen? Ja, ik zou voor handballen kiezen omdat juist de dingen die op de school gegeven werden qua trefbal, qua teamsport en qua echt dat je onderling als team echt voor elkaar zeg maar vecht en met balsporten. En als je dat echt heel leuk vindt, dan ben je bij de handbal op de goede plek, denk ik. En waarom dan HCB 92? Omdat die in Boksel en omstreken gevestigd is en omdat het heel gezellig is en heel veel jeugdleden hebben, zeg maar. En het groeit best hard. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Hallo, wat zien jullie er leuk uit? Hebben jullie je voetbalkleren aan? Nee. Wat dan? Tenniskleren. Tenniskleren? Ja. Oh, wat doe jij dan? Tennissen. Waar doe jij tennissen? Bij Munsel. En doe je dat al lang? Een jaar. Een jaar. En jij, hoe lang doe jij al tennissen? Ook een jaar. Ook een jaar. En vind je het wel leuk, tennissen? Ja. Ja? Wat vind je er zo leuk aan dan? Ik vind tenniswedstrijdje heel leuk. Ja, wedstrijden vind je die leuk? Ja. En jij? Ik ook. Jij vindt die ook leuk. En wat vind je nou zo leuk aan wedstrijden dan? Dat je tegen iemand mag tennissen en soms ook met z'n tweeën. En dat vind ik dan best leuk. Maar dan doe je ook wel eens ooit verliezen. En vind je dat ook leuk? Maakt mij niet veel uit. Waarom maakt jou dan niks uit? Omdat ik het gewoon leuk vind om te doen en als ik dan verlies, dan win ik misschien de volgende wedstrijd. Heb je wel eens ooit verloren al? Ja. Ja? En heb je ook al ooit gewonnen dan? Ja. Ja. En jij? Heb je ook al ooit verloren? Ja. Ja? En als je verliest, ben je dan boos? Nee. Zeg nou eens eerlijk. Ben je dan niet een beetje boos? Nee. Nee? En als je wint? Dan ben ik blij. Ben je heel blij? Spring je dan omhoog? Nee. Nee? Nee. Doen jullie ook natuurlijk wel eens trainen? Ja. Hoe vaak ga jij trainen? 1 keer in de week, zij ook. En dan moeten we op woensdag. En hoe heet jullie trainer dan? Paul. Paul. En wat doe je dan leren? Tennissen. Ja, maar wat doet hij precies dan? Slaat. Ja, hij gooit ballen en dan moeten wij ze slaan, serveren moeten wij doen en dan nog veel meer. Maar er zijn heel veel regeltjes ook bij tennis, hè? Zijn die niet heel erg moeilijk? Een paar wel. Noem er eens een die heel moeilijk is. Die ik dan moeilijk vind. Ja? Dat je dan zo moet slaan en dan met mijn voeten stappen. Oh, waarom moet je met je voeten stappen? Zo. Ja. En hoe doe je dat precies dan? Wanneer doe je het fout?
Doe het eens een keer fout voor. Dan ga ik gewoon zo. Oh, en jij? Wat vind jij moeilijk? Sommige dingen vind ik moeilijk, sommige vind ik ook heel makkelijk. Ik haal het soms door elkaar aan welke kant je moet staan. Dus dan ga ik aan de verkeerde kant staan. Oh, en wat moet je dan nog steeds onthouden? Ja. En hoe kan je dat leren dan? Dat je altijd aan de rechterkant moet beginnen. Willen jullie eigenlijk hele bekende en hele goede tennissers worden? Ja. Ja? En wat moet je dan doen om dat te worden, denk je? Heel goed luisteren naar mijn trainer. Ja? En jij? Ook heel goed luisteren. Maar je hebt al wedstrijden gespeeld allebei, denk ik, van de week, hè? Want het is al de hele week aan de gang. En vertel eens, hoe is het gegaan? Ik heb 1 wedstrijd gewonnen, dat was tegen Aukje, waar wij vandaag tegen moeten dubbelen. En de rest verloren. En de rest verloren? Ja. Dus misschien met dubbelen morgen nog in de finale dan? Vandaag moeten we dubbelen. Vandaag. Maar morgen zijn nog finales, hè? Ja. Ja. Maar dus als je vandaag wint, zit je dan in de finale? Weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Nee. En jij? Heb jij ook al gewonnen? Of heb je al verloren van de week? Ik heb... Ik weet het niet meer. Oh, dat weet je niet meer. Nee. En weet je wel tegen wie dat je gespeeld had? Ja, 1 keer tegen Demi en Dewi, wij samen. En 1 keer tegen... Demi. Demi en Davy van Elderen. Hoe weet je dat? Hoe weet jij dat? Ja, hoe weet jij dat, ja? Hoe kan hij dat weten? Ja, hoe kan hij dat weten? Ja. Ja, jullie zijn wel 2 vrolijke meiden, hè? Ja. Ja, hebben jullie zoveel lol hier? Wij lachen elke dag. Ja. We lachen elke dag? Ja. Nou, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zeggen ze. Heb je dat ooit gehoord? Nee. Nee? Dan moet je dan heel goed onthouden. Oké. Dankjewel. René, je bent voorzitter van de jeugdcommissie van LTV Munsel. Ja, klopt. En dat betekent dat jij veel te maken hebt met de toernooien die hier voor de jeugd georganiseerd worden. Ja. Kun je iets vertellen eigenlijk over de vereniging? Hoeveel leden hebben jullie ongeveer en jeugdleden? We zitten ongeveer rond 700 seniorleden en ik denk een 65, 70 jeugdleden. Dan schommelt het jaar rond nog wel eens dat er wat bij komen afvallen. Maar zo in die verhouding zit het met de jeugdleden. Ja. En als ze erbij komen, hoe oud zijn ze dan? Ze beginnen eigenlijk al bij 6 jaar. Het zijn nog wel eens ooit die met 5 jaar beginnen, maar 5, 6 jaar, dat is eigenlijk de leeftijd dat ze gaan beginnen. Ja, en dan zijn ze een beetje aan het zoeken van, vind ik tennis leuk, hè? Ze gaan ook voetbal, ze gaan hockeyen, maar ja, komen ze bij ons, dan proberen wij ze hier binnen te houden en tennis te leren. Tennis is gewoon een technische sport, dus ze moeten de techniek eerst leren voordat ze een lekker balletje kunnen slaan. Maar daar gaat vrij snel, die jeugdleden, de kleintjes zeker, die pikken er snel op. Dat balgevoel hebben ze al vrij snel, ja. En hoe vaak trainen ze dan? De meeste trainen 1 keer per week. Dit is een toernooi? Dit is een toernooi, ja. Nog meer toernooi? Wij hebben dus buiten dit Karel-toernooi, dit is een open toernooi, dus voor heel de regio kunnen ze hier inschrijven. We hebben dus onze interne toernooi, we hebben een vriendjes-vriendinnetjesdag wel eens ooit. We hebben de clubkampioenschappen, daarnaast organiseren we nog wat spelletjesmiddagen die gerelateerd zijn aan tennis. Dus we proberen ze toch een keer of 4-5 per jaar nog een activiteit buiten het lessen en eventueel competitie te doen, ja. Als voorzitter zul je ook wel een keer trots zijn als er bijvoorbeeld een jeugdlid doorbreekt. Tuurlijk. Hebben jullie ook van die uitblinkers? Ja, echte grote uitblinkers. Ja, kijk, we hebben geen Richard Krajicek's en zo. Ik denk dat we die hier in Boksel helemaal niet hebben. Maar we hebben wel leuke spelers die je ziet groeien. Er loopt de tijd dat ze jong binnenkomen die, en ziet groeien. En denkt van, nou, dat zijn leuke spelertjes. Die kunnen dadelijk een leuk balletje spelen als ze 20, 25 of 30 zijn.
Sam, ja. Je bent lid van de Mallette, zeg je. Ja. Maar je bent nu bij Munsel. En ik heb begrepen dat je daar begonnen bent. Ja, ik ben toen ik 8 of 9 oud was, ben ik hier begonnen met tennissen. Maar de afgelopen jaren zie je dat de jeugd eigenlijk achteruit gaat. Vooral qua jongens, als in geen teams voor competitie spelen. Dus heb ik besloten de overstap naar de Mallette te maken. Ook vooral omdat mensen die hier zitten vooral ook tennis als een tweede sport hebben. Dus ik denk dat het voor mij tennis is beter is bij de Mallette, dat ik me daar verder kan doorontwikkelen. Achteruit gaan, wat bedoel je daar precies mee? Het aantal jongens vermindert eigenlijk letterlijk. Er steeds meer minder jongens van mijn leeftijd. Ik bedoel, ze hebben nog wel een paar meisjes van mijn leeftijd, maar ja, voor competitie heb je toch echt jongens nodig en die waren hier niet meer. En je speelt dus competitie. Ja. Is daar een bepaalde klasse? Is daar een hoge klasse? Ja, wij spelen volgens mij eerste klasse nou. Ja, dat is gewoon op zondag en dan ga je gewoon naar club toe of je ontvangt de club en dan speel je 2 wedstrijden. Bij competitie speel je 1 wedstrijd alleen en 1 wedstrijd met iemand anders. Ik zag dat je eigenlijk heel hard en goed slaat. Ben je eigenlijk wel zo goed? Vind je dat zelf ook wel? Ja, ik vind dat ik een aardige bal wel over het net kan krijgen, ja. En denk je bij de Mallette daarmee dus toch verder te komen? Ja, ik denk wel dat ik bij de Mallette, als ik me verder doorontwikkel, dat ik aardig ver kan gaan komen. Maar het is wel jammer voor deze club, als die jou kwijtraken. Ja, dat is zeker jammer, ja. Wat denk je te bereiken met tennissen? Ja, ik denk dat de prof eigenlijk niet te halen is, maar ik denk dat als ik zo doorga, dat ik een aantal jaar best hoog kan blijven spelen. Dat ik vooral ook plezier heb in de tennis, wat wel voor mij het belangrijkste is. En waarom geen prof kunnen halen? Ja, ik denk dat ik dan al iets verder zou moeten zijn. En stel niet al te hoge eisen voor mezelf, want dat levert alleen maar stress op. Hoe vaak train je? Ik train 2 keer per week, 1,5 uur. Als je meer zou trainen, zou je dan wel hoger kunnen komen, denk ik? Ja, ik zou het kunnen proberen. Maar je zit natuurlijk nog op school? Ja, ik zit op school. Wat voor school? Ik zit in Vught op school, dus ik moet ook een uur naar huis rijden per dag. Dus tennis en school is ook al moeilijk te combineren.